Jullie kijken weer naar een nieuwe vlog. En we hebben een vogelhuisje. En onze Julia is deze heel mooi aan het versieren. Aan het verven. En die gaan we zo meteen ophangen voor de vogels. Want in de maand mei leggen alle vogels een ei. Nou, even op de vlog ook. Dit is mijn man, voor de mensen die hem nog niet kennen. Het is een hele sterke man van bijna 2 meter. Heel breed. En echt een fantastisch lief mens. Maar wanneer hij ziek is... En hij is niet ziek trouwens, maar hij heeft een hele heftige dubbele oorontsteking. Nee, trouwens niet dubbel toch? Je hebt alleen maar dat oor. Ik weet het, die is er gewoon, maar die is er gewoon minder. Dus dit, beide, maar deze is heftig. Het is echt een loopoor. Hij is al 2 keer naar de dokter geweest ook. We hebben alle natuurlijke keukenproducten, middeltjes al geprobeerd. Werkt niet allemaal heel goed. Nu heeft hij echt ook vreselijke echt doktersdruppels voor het oor. Werkt eigenlijk ook niet heel erg goed. Het is nu zondag, dus morgen maar de dokter bellen en een doorverwijzing voor de KNO-arts. Want... En die, ik heb een soort van hechtpaal in mijn oor. Ja, en je wil niet dat dat blijft, want dat is ook de mogelijkheid met zo'n heftige oorontsteking. Dat je dat voor altijd in je oor blijft horen. Wil je even je mond houden alsjeblieft? Ja, maar dat gaan we niet doen. Gaan we niet doen, nee. Komt goed, schat. Stay positief. Stay positieve. KNO-arts is wel belangrijk, want straks is het een heel ander ding. Fijn. Nothing on the hand. Een dag niet gelachen is een dag niet geleefd, hè schat? Nee, dat is wel goed. Nou, kijk eens even meisje. Wij hebben een oude kussensloop over het tafeltje. Want die wilden we eigenlijk weggooien, want we ontdekten een gat erin. En toen dacht Ryan, dat is ideaal. Die leggen we op haar tafeltje. Dus vandaar, dit ziet er eigenlijk wel... Ik heb een 5 gemaakt. Fantastisch uit. En een 7 van Julia, maar ze hebben het al in 8 tasje. Oh ja. Wauw Julia, dit wordt wel het allermooiste tuinhuisje ever. Kijk, en dit is een mom hack, hè jongens. Verf in een oud eierdoosje is echt fantastico. En de oude kussensloop is de dad hack. En zo gaan we lekker. Nou schatje, zometeen het eindresultaat. We doen schoenen aan vandaag bij het jongetje. In plaats van sloffen, schoentjes! Want we gaan wat leuks doen! Kijk! Ik heb hem staan. Knappe vent! Kijk hem nou! Koekje, dat kan mama niet aan hoor! Waar zit zijn teen? Voel eens even hier toch? Gewoon een tegenaasje hoor! Ja, past gewoon! Wow! Nou lieve mensen, het is maandag, nieuwe start van een nieuwe week. Wij gaan nu samen met mijn broeder en zijn 3 kindjes naar het Nemo Museum. En zijn vrouw ook. Science Museum. Pas en op. Zijn vrouw. Pas op, auto. En ik stap nu net de auto uit. Doe hem bij mij in de draagzak, vindt hij het allerfijnst. Ik dacht ik laat even mijn draagzak ook in de vlog zien. Want lieve mensen, dit is een draagzak van Baikai. Maar het is mijn collectie. We hebben 2 modellen. Deze en dit is de Click Classic en we hebben de Click Deluxe. En jullie kunnen hem nu al pre-orderen, maar halverwege april komen ze echt uit. Want ze worden allemaal met de hand gemaakt. Dus vanaf dat moment kunnen we ze gaan uitsturen. Het is echt een fantastische draagzak. Hij zit er heerlijk in. We hebben dit kapje dus voor wind en regen. Echt ideaal. Kan je dan ook hier vastmaken. Ook aan die kant. En dat is zo fijn als je kleintje ook lekker slaapt. En voor de rest heb je hier nog extra neksteun. Dat is ook wel heel fijn voor de wat kleinere. Je kan je slierte heel mooi oprollen. Totdat het kort is. Als je dan een jasje erover hebt, dat je dan die slierte niet ziet. Dit is een sample. De echte zijn, of die jullie gaan krijgen, zijn nog mooier. Want dan is dit elastiekje dezelfde kleur als de zak. Dus het is het nog meer geheel. En als je baby wat kleiner is, kun je dit tussenstukje weer smaller maken. Daar krijg je ook een bepaald speciaal riempje bij. Dus het is echt een ideale draagzak. Voor newborns tot aan de deluxe kan je gewoon tot 3 jaar dragen. En hij is gorgeous. Ik ben er helemaal blij mee. Zo zit hij dan bij je rug. En ik zal wel even een linkje plaatsen. Want ik ben natuurlijk super trots op mijn eigen collectie.
Nu gaan we lekker naar het museum. Eerste keer museum. Ook voor Juliaatje eerste keer museum. Ook voor jou eerste keer museum. Dus ja, heel veel zin in. Hi baby. Hi. Zit je lekker in de zak? Zit je zo lekker? Zit je lekker in de zak? Hij vindt het heerlijk. Hij zegt de koala baby. Hi boeboe. Alright, okay. Nou let's go. Ja, oh, dat is ook goed, maar dat kan nog. We hebben niet gereserveerd. Daar is het Nemo Museum. Kom je daar dan? Daar, trappetje op toch? Nee, je hebt ook wel een rolstoel ingang. Hi lieve mensen, even een tussenshot. Ik ga jullie toch eventjes een paar beelden laten zien van het Nemo Museum, het Science Museum. Want anders is het zo'n gat in deze vlog. Ik ben natuurlijk op dat moment zoveel stories aan het maken dat ik dan op dat moment dus vergeet mijn vlogcamera te pakken. Dus daar moet ik nog een balans in zien te vinden. Dus ik ga nu even de stories filmen. Want misschien heb jij mijn stories toen destijds gemist en vind je het wel hartstikke leuk om te zien wat we daar binnen hebben gedaan. Kan je dat nu gewoon in deze vlog alsnog even zien. Komen ze aan. Alright. Hier begon het. Hier gingen we naar binnen. Ik vond die lampen echt zo cool. Het zijn niet echt lampen, maar heel gaaf. Zo. Het waren allemaal van die leuke experimenten die ze dan kon doen. Ze vond het echt het einde. Ze was echt niet weg te slaan van al deze experimenten. Ze vond het echt fantastisch. Ik zal even mijn geluid uitdoen hoor. Even wachten. Dan hoor je dat de hele tijd er doorheen. Zo. Ze zat helemaal in de eigen fantasie. Echt zo lief. Ja, dan ging ik mezelf mijn eigen lichaamsgewicht optillen. Dat was wel grappig. Dat is een lichter of zo. Ja, oké, maar ik kon niet zo hoor. Dat kan die zware doen hoor, Sjoe. Maar je hebt laten zien dat ik gewoon een strong woman ben. Doe maar die zware. Oké. Dit kan je niet lukken. Nee, maar Ryan is een beetje zien. Oh, dit is de zware, toch? Ja, die vrouw. Nou, we gingen echt alles bij langs met haar. En mijn broer was er dus ook met zijn vrouw en zijn kindjes. Dit is ook echt hilarisch. Ik had echt de grootste lol, zoals je kan horen. Dit is me toch een partijtje lijf. Ja, dit vind ik ook zo lijf. Maar kijk daar, daar. Duizenden Laura's. Bizar, hè? Op je freaking beeldscherm. Zoveel Laura's in een hokje. Echt heel lijf vond ik dat. Dit was ook grappig. Zijn gezicht en mijn gezicht in één. Vormt dan een hoofd. Kijk. Het zijn onze twee gezichten in één, Sjoe. Zo grappig. Het zou op elkaar toe lijken, zie je dat? Snap je het? Ach, hilarisch. Nou, hier gingen we de aarde schermen. Voor en tegen. Nou, een beetje gek doen thuis. Dit was ook zo leuk. Zo met een flits en een fotootje. En dan ging Juliaatje me nadoen. En dat was het alweer, lieve mensen. Dan gaan we nu weer verder met de vlog. Veel kijkplezier nog. Inmiddels zijn we verhuisd. Zijn we hier bij het wereldrestaurant Enjoy. Dat is een all you can eat. En daar zit de Hubs. Die zit lekker te eten. Dag schat. Hi. En Julia eet een pizzaatje en wat frietjes en olijven. En ik heb gewoon wat salade, broccoli en champignons. Voor nu. En dan ga ik zo meteen nog een keer lopen. Dus helemaal lekker. Jongens, ik zit in de auto. En ik heb jullie een beetje scheef gezet, want ik heb mijn camera gewoon zo op mijn dashboard gezet. Zonder statief. En kijk, ik moest een beetje lachen, want dit is nagellak, jongens. If you know, you know. Mijn trouwvolgers die me ook op Insta volgen, ik heb wel eens gedeeld dat het echt een lifehack is om in de auto, voordat je gaat rijden, uiteraard stilstaand en wel, je nagels te lakken. En dan lekker auto rijden.
Want je moet van A naar B en dan zit je vaak een kwartier, een half uur, soms een uur of langer in de auto. En dan kan het lekker drogen. Want je kan toch niks doen in de auto. En dan droog je nagel ook heel mooi. Want thuis ga je alweer heel snel dingen pakken, dingen doen. En dan wordt... Dan als je nagelak draagt, dan is je nagelak weer helemaal verpest. Dus dat is een lifehack. Maar kijk, ik heb dus een keertje toch iets geks gedaan met mijn net opgezette nagelak. Al 100 jaar geleden is dit. Dus dat zie je nu lekker in beeld. Niet heel boeiend. Nu heb ik stickers, dus ja, ook helemaal lekker en handig. Oh, mijn kaartje zit vol. Ik probeer het nog even vol te lullen. En dan wist ik zo weer wat oude bestanden. Ik ben nu onderweg naar de Van Wouwstraat. En heb ik vandaag voor het eerst in mijn leven een bindweefselmassage op mijn gezicht. Want lieve mensen, ik ga jullie daar zo even wat meer over vertellen. Waarom ik denk dat dit echt voor mij de nieuwe lifesaver gaat zijn. Voor een mooie jonge uitziende huid zonder botox en fillers. Dus ja, oké. Tot zo, liefies. Je hebt natuurlijk ook zoveel spier zitten in je gezicht. Ja, maar dat vergeet iedereen. En iedereen doet echt, iedereen traint zijn lichaam, maar niemand zijn gezicht. Maar dat, je gaat wel naar de sportschool. Ja. Je traint je benen, je armen, je billen, je buik. Maar terwijl je gezicht moet je ook gewoon trainen. Ja. Ja. En daar maken we ons het meeste druk over, ons gezicht. Maar we doen er eigenlijk vrij weinig aan. Ja, bizar. Als je er zo over nadenkt. Kom maar door met die doorbloeding. Ja, I am back in my car, jongens. Oh, ik zal het jullie even laten zien. Ik heb dus mijn allereerste bindweefselmassage gehad op mijn gezicht. Zie je hoe rood ik nu ben? Die doorbloeding. Moet je nou kijken. Zo fijn. Het is goed voor zoveel. Kijk, no offense, hè. Als jij wel botox doet... Of fillers om je huid te verjongen en te verstrakken. Weet je, als je je daar goed bij voelt en jij doet dat, helemaal dikke vette priem. Ik wil dat gewoon niet. Ik kan dat ook niet, want ik geef borstvoeding. Maar ik wil dat ook niet. Ik wil gewoon op een natuurlijke manier mijn huid verjongen en verstevigen. En ik heb in het verleden wel eens bindweefselmassages gedaan op mijn benen. En ik weet dat dat toen ook echt strakker werd. En ineens dacht ik, ja, ik moet gewoon die bindweefselmassage in mijn gezicht gaan doen. Dit hele traject, 1 keer in de week, 6 weken lang. Om gewoon op die manier, zeg maar, je huid weer te laten werken. Te doorbloeden, dat het allemaal weer gaat stromen. En dat het een gloedje krijgt. En dat het gewoon wat plumpy wordt door de doorbloeding. Dat ik dus op een hele natuurlijke manier... En dat jongere, strakkere huid heb. Dus het is echt niet zozeer om er jonger uit te gaan zien. Even mijn Parkmobile uit. Maar om mijn huid vanuit binnenuit te onderhouden. Zoals mensen ook naar de sportschool gaan. En mensen ook zeg maar veel aan zichzelf doen qua voeding. Vind ik ook dat je ook... veel mag doen aan je gezicht op deze natuurlijke manier. Dus ja, heel erg benieuwd naar het eindresultaat. Het voelt nu een beetje... Oh, ik moet weer inloggen. Het irritant. Codes. Het voelt nu echt... Het voelt heel warm sowieso. Maar het voelt heel lekker. Alsof al het bloed wat in mijn hoofd zit... Alsof dat nu echt aan het vloeien en stromen is. All over. Stop parkeeractie. Padam. Dus ja, helemaal blij mee. We gaan dit dus nu lekker volhouden. En ik ga natuurlijk na 6 weken met jullie delen. Of ik vind ook echt dat mijn huid er jonger uit is gaan zien en steviger. Ik heb het hier laten doen trouwens. Amsterdam Skin heet het daar. En dat zit op de Van Wouwstraat. En nu ga ik even snel een koffietje halen en dan snel naar huis. Naar de baby. Nou jongens, we zijn een paar uur later. En deze twee. Welkom in 2028. Die vader en die moeder die jullie nu op het beeldscherm zien. Die hebben ons even... Wij hebben onszelf even verwend. Het was onze eerste date shoot, 2028. Het was onze eerste date. In de middag, een uurtje. Wij zijn namelijk naar een Thaise massagesalon gegaan. Want jullie is bij de opvang. En we hebben nu momenteel even een uurtje een oppas voor onze lief Zico. Als in, we konden een uurtje wegglippen. En dat hebben we gedaan. We hebben gemasseerd. Een uur lang. Het was much needed. Want na de bevalling gewoon... Maar ik zeg wel eerlijk, met een oorontsteking, masseren... Iets minder lekker. Nee, je heel raar. Op een of andere manier
voel je het niet. Minder. Dan kan je nagaan hoeveel impact dit kleine dingetje heeft op je hele lijf. Op heel je lijf, ja. Want zit aan mij te wrijven. Ik denk, nou, moet ik nou horen of wat? En het is geen lijf, hè? Het is thuis, hè? Dus de chicks zijn van, het breken en alles. En ik denk alleen maar, ga ik nog wat doen of niet? Ik ben echt door elkaar gekruist. Totdat ze deze deed op mijn schouder op het laatst zag. King. Dacht ik ineens, ik heb wel een soort van gelijk last van mijn keel erdoor. Ja, alles komt vrij nu. Hup, al die bacillen eruit. Nee. Anyways, we gaan nu snel in huis naar ons baby toe. Maar dit was wel heel erg fijn. Heb je kettingjes? Ja, ik heb mijn kettingjes. Ja. Ryan heeft gekookt. Ik was al begonnen, sorry. Spitskool met van alles en nog wat. Macabanatjes. En witte rijst. Daar ben ik weer op je beeldscherm met dus allemaal nieuwe haartjes. Ik weet nou niet of dit die postpartum haartjes zijn. Of dat het gewoon echt nieuwe haartjes zijn omdat ik vitamines slik voor mijn haar. Want om heel eerlijk te zijn had ik vroeger hier altijd geen haar. Dus volgens mij komt dat echt door die snoepjes. Ik heb nu ineens gewoon zoveel haar. En wat natuurlijk nog gaat groeien ook, dat wordt ook allemaal langer. Dus helemaal blij daarmee. Alleen nu heb ik een beetje stekels. Maar daar ben ik eigenlijk ook wel heel erg blij mee. Zo ben ik een beetje dierlijk met stekels. Nee, luister, gisteren had ik echt een KUT-dag. Alles ging mis wat maar mis kon gaan. Letterlijk alles. Ik heb een aanrijding gehad. Niet heel boeiend, stilstaande auto, maar toch schade. Ik heb was een afspraak vergeten die super belangrijk was, omdat ik het niet in mijn agenda had gezet. Alles gaat gewoon vervelend. Met een vies nasmaakje, zeg maar. Ik ben ook weer ongesteld geworden na 9 maanden. Dat is natuurlijk heel fijn, want dan werkt je lijf weer. Tuurlijk, ik begrijp het. En het is ook iets heel erg moois. En ik moet het ook zien als... Ja, ik ben ook heel dankbaar, want daardoor heb ik natuurlijk 2 hele mooie kindjes op de wereld mogen zetten. Alleen als je 9 maanden zwanger, 9 maanden borstvoeding... 18 maanden dus niet zwanger bent, niet ongesteld bent, is super chill. Want ik vind ongesteld zijn gewoon echt heel vervelend. Maar goed, het hoort erbij. Maar goed, dat is weer op gang gekomen, terwijl ik nog steeds borstvoed. Maar, weet je, ik heb 9 maanden kunnen uitstellen. Dus dankjewel borstvoeding. Maar ik denk dat ik daardoor ook een off day had. Alles ging een beetje mis. Sienkootje heeft nu ook een soort van uitslag op zijn lijf. En ik denk dat dat komt omdat ik hem natuurlijk borstvoed en... Door de hormonen het misschien anders is mijn melk. I don't know, heeft allemaal bultjes op zijn lichaam. Ik ga het natuurlijk wel even laten nachecken. Maar ik denk echt dat het te maken heeft met ongesteld zijn. Hij slaapt iets minder goed. Hij heeft ineens weer last van krampjes wat hij eigenlijk nooit had. Dus ik denk dat het allemaal daar ook mee te maken heeft. Dus alles gaat gewoon een beetje vervelend. Gewoon vervelend. Dus ik mag niet klagen, want er zijn vele ergere dingen in de wereld. Maar alles gaat gewoon een beetje vervelend. Maar goed, vandaag gaan we iets leuks doen. Ik heb 2 dames hier in huis die gaan me helpen met organiseren. Al het speelgoed van de kinderen. Het is te veel. Ik moet er echt rust in krijgen. En ik heb gewoon hulp ingeschakeld. Dus dat is wat we vandaag eventjes gaan doen. Maar erger. Wat is dit als ik vraag mag? Dit wordt dus nu gecategoriseerd. En dan gaat het straks allemaal in bakjes een plek krijgen. Nou, lieve mensen. Ik denk dat ik deze vlog nu gewoon ga afsluiten. Hij heeft de hik nu. Ik ga hem even lekker voeden. Dan gaat die hik ook weg. En dan... Awa. Echt waar? Ga je kletsen? Oh, wow, echt waar? Wow. Echt waar, vertel maar. Oh, en een kwijltje erbij, want ik krijg tandjes. Ik heb de hik, ik heb uitslag op mijn lijf en ik slaap slecht. Het gaat de goede kant op met ons. Hi. En dit jongen, de hele tijd die handen in mijn mond. Hi, boeboe. Zeggen we doei iedereen. Doei iedereen. Doei, bedankt voor het kijken. Tot volgende week.